Hoi, mijn naam is Nick. Ik heb meegedaan met de slechtste chauffeur van Nederland. En nu ga ik online verder. Ik ga met leuke mensen langs de McDonald's. Dus ik zeg, blijf kijken! Vandaag ga ik langs Tessa van Ex on the Beach. En zij heeft niet één keer meegedaan, maar twee keer. Namelijk, de eerste seizoen was de All-Star seizoen. En de tweede seizoen is het laatste seizoen. En heb ik natuurlijk de... tablet of terror meegenomen. En die zou vast nog wel een keer afgaan. Yay! Kuthoofd achter. Had je geen andere exen kunnen verzinnen? Ja, wie dan? Ja, ik heb nog meer exen. Ja, maar dit is toch een ex on the beach? Ja, dat weet ik. Maar dit is van vorig seizoen. Nee! Dit is niet van dit seizoen. Nou, wacht maar. Wie weet dan zijn ze er nog. Nee! Ja. Schiet op! Ja! Hey! Oh, jij bent net zoals ik. Let op. Dit doe ik altijd. Ja! Yeah. Hey! Teringtest. Godverdomme. Maar ik noem altijd Tess. Ja, maar zo noemt iedereen mij. Als je Tessa noemt, dan moet je alleen zeggen als je boos op me bent. Okay. Tessa! Ja. Dat doet mijn moeder altijd. Ja. Onderaan de trap. Tessa! Godverdomme. Hey, dat is toch Tessa? Ja, en dan tikken ze elkaar later aan. Want er is het eerst niet erop. Ik ben er niet, ik ben het niet. Becky! Nou Tess, hoe gaat het met je? Ja, supergoed. Nu al helemaal, want... ik heb eten. Ja, je hebt eten. Oh, ik denk er is wat anders. Nee. Dat vind ik zo vervelend. Nee, ik vind het heel vervelend als mensen naast me gaan staan bij de McDonald's. Heb jij dat niet? Dan zit je lekker te vreten en zit er naast jou iemand ook. Zo, ik kan er echt niet tegen. Maar Ex on the Beach. Ja, ze zit gewoon naast me. Ja. Hoe was dat? Ja, het was echt superleuk. Nou ja, helemaal niet. Nee, jawel. Ja, nou ja, het was wel leuk, maar je ziet mij alleen maar boos schelden, huilen of... Nee joh. Jawel. Nou, boos wel ja. Op een gegeven moment liep je naar Dennis. Ik denk zo, die krijgt de stomp voor zijn kamers, dacht ik. Ja, dat wou ik ook heel graag. Maar dat heb ik maar niet gedaan. Nee? Maar ja, weet je, het was wel heel leuk. Ja? Maar het was wel heftig op dat moment voor mij. Tenminste, ik heb het wel. Ik heb elke dag wel gedacht van, oh, mag ik naar huis alsjeblieft? Ja. En toen op een gegeven moment, toen de mensen naar huis gestemd mochten worden, toen dacht ik, nou ja, ik wil niet naar huis. Nee. Ik hoopte ook nu dat jij weg werd gestuurd. Nee, dat wel. Ik vond het wel goed. Maar zo. Ik zag me wel gaan hoor. Ik dacht, ja, nou is het klaar. Tess heeft altijd een grote bek en niemand mag haar. Want, niemand mag jou. Jawel, mensen mochten me wel, maar ik dacht, ja, weet je, ik ben wel degene die elke avond even zoekt voor die discussies van ga maar lekker naar huis. Dat dacht sensatie. Ik echt. Dus. Maar ja, ik heb er overleefd. Ja, maar je hebt niet maar met één meegedaan, maar met twee. En die eerste, nou, what the fuck. Ex on the Beach, de All-Stars. Ja, één aflevering, anderhalf. Ja, dat vond ik wel jammer, ja. Ja. En ik was, ja, en ik kwam in één, nee, anderhalf aflevering. Maar ja, was goed hoor. Dat was niet, weet je, ik voelde me daar niet echt op mijn gemak. Nee, hè? Nee. Maar jij kende denk ik iedereen ook al wel. Ja, je hoort kwam. In één keer, die zit in de villa, die zit in de villa. En ik dacht, nee. Ik dacht... Kijk, hoe leuk is het als je een nieuwe ervaring hebt, gewoon met nieuwe mensen, gewoon weet je, dat het voor iedereen nieuw is. Maar ja. Tenminste, dat dacht ik in eerste instantie, van oh leuk. Dus je wist niet dat je met een All-Star seizoen mee zou doen? Nee. Nee? Nee joh, tuurlijk niet. En dan ineens zie je daar de tweeling rondhuppelen. Godsamme, ja. En iedereen. Hoe was je met de tweeling? Daar heb ik geen woord mee gewisseld eigenlijk. Helemaal niks? Nee. Nee, zeg maar. Alleen al, ik ben Tessa en tot ziens. En tot nu toe nog steeds niks. Nee, nou, maar ja. Je wachtte mij ook niet. Waarom niet? Ja. Nou. Ja, je bent nieuw, dus dan mag... je bent nieuw en je bent blond en dat is wel no-go. Ja, weet je, als je mij vorig seizoen ziet en nu, denk je dan niet eens van, ze kan praten? Ja, dan wel, maar dat was ook een beetje echt maar kijk, dat zie je maar, dat het echt gewoon niet op mijn gemak was. En nu ben, dit is echt, hoe ik nu op televisie ben gekomen, dit is echt wie ik ben. Wow. En daar ben ik wel blij om. Ik bedoel, ik zeg altijd wat ik denk, dat is niet altijd een voordeel. Nee. Maar heb je ook spijt dat je bijvoorbeeld seks hebt gehad op televisie? Ja, sowieso. Ja. 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 Maar ja, ja. Ja, iedereen maakt fouten, hè? Wat kun je erover zeggen? Iets groter dan de ander. Ik denk niet dat je dat daar echt door hebt, toch? Nee, nee, dat is dus ook het probleem. Daar gaat het mis. Kutzooi. Ja, ik vind het wel gewoon kut dat ik over Olivia gewoon soms slecht heb gepraat. Want ik heb in eerste instantie gewoon altijd hetzelfde gedaan als zij. Ja. Maar ja, dat zijn vrouwen, jaloezie, Maar ja, soms dacht ik wel even bij jullie allebei. Oeh,
wou ik even wakker schudden hoor. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Ze weer in mijn nee, uit. Ik denk, oh. Tess of Olivia? Ik vind Olivia nog erger. Maar... Weet je wat is? We waren allebei even erg. Alleen, ik was wel degene... Zij sprak Dennis er ook wel op aan. Alleen, ik deed het dan een beetje op een andere manier. Meteen ruzie zoeken. En wij zien het natuurlijk. Wij zien, zeg maar, hoe zeg je dat nou? Wij zien dat Dennis andere dingen over jullie zegt, maar dat zien jullie niet. Jullie, nee, dat weet je op dat moment niet. Nee. Nee, dus wij, jullie lijken heel naïef in onze ogen, maar je weet het gewoon niet. Nee, dat weet je ook niet. Oh ja, dat is wel waar. Ja. Maar later dan zit je thuis op de bank te kijken en dan denk je, teringleier. Schurft, joh. Ja, godverdomme. Gelukkig krijg ik wel echt heel veel positieve reacties. Heb je ook wel een haat gekregen en zo? Na aflevering 9 dit seizoen kreeg ik alleen maar haat. Jij? Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik was echt even in shock, meen ik serieus. Dat ik echt, ja? Nee. En ik wist ook even niet hoe ik ermee om moest gaan. Gewoon omdat ik dus continu negatief over Olivia praat. Ja. Terwijl ik het zelf ook deed. En gewoon, weet ik veel. Dat ze haar... En Olivia is ook wel een poppetje. Ja, en is meer... ook een knappe meid. En gewoon schattig. Ja. En ik ben dan weer die duivel die de boel loopt te verzieken. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Sorry, het spijt me. Nee, ja, ach ja, weet je. Doet het je dan wat of niet? Ja. Ja? Oh, ik heb heel een hartje hoor. Ja? Mm-hmm. Natuurlijk, het doet me veel minder, omdat je er gewoon nu weet van ja, hallo. Niet die 160.000 mensen die je volgen, ja, die vinden je niet allemaal leuk. Maar ja, weet je, ook al kom je niet op televisie, dan word je ook niet iedereen leuk gevonden, snap je? Nee, dat is wel waar. Iedereen heeft een mening over elkaar en ik weet gewoon hoe ik wel ben. Ach, op televisie kom ik misschien over als weet ik veel wat, maar ik ben best wel leuk hoor. Ja, best wel heel erg jongens, geloof mij. En de meeste ex on the beach sterren noem ik maar even, die gaan meteen lipjes opgespoten, alles helemaal. Wat heb jij aan jezelf gedaan? Je lippen hè? Of niet? Ja, maar dat is wel een tijd geleden hoor. Dat was nu een jaar geleden. Zo lang al? Ja. En mijn jukbeender heb ik een keer gedaan, maar dat is ook al heel lang geleden. Verder niks. Verder niks. Nee, maar ik wil het wel hoor. Ja, dus. Ja, mijn hele kop verbouwen. Mensen, als jullie kijken, jullie moeten daar even. Nee, maar dan meen ik serieus. Ik wil het wel heel. Ik wil eigenlijk gewoon het liefst gewoon echt mijn hele gezicht. Ja, daar. Ja, dan meen ik serieus. Ik heb tieten van mezelf, maar ik, het liefst heb ik daar ook gewoon. Dus over 3 jaar zit je in Ex on the Beach. Nou, en dan ik heb een relatie. Oh ja, nee, grapje. Je hebt nu een relatie, hè? Met Ivo. Is het wat? Ja. Wacht even. Tenminste gewoon een normale jongen. Gewoon een normale jongen. En heeft zij ook meegedaan? Ja, tenminste een man met gewoon... Een man. Weet je, ja, mensen die een ex... Ja, nee, laat maar. Nu ga ik zelf ook een vooroordeel. Gewoon waar ik normaal al gewoon mee ga. Of de mensen die jullie hebben gezien wat exen van mij zijn. Ja, zo is hij niet. Mooi. En dat is gewoon veel beter. Ja. En hoe oud is hij dan? 24, 25. 25? Ja. Oké, okay. En hij heeft jou ook gezien bij Ex on the Beach? Ja. Ja! Oké. Okay. Maar ik ben wel gewoon overal eerlijk over geweest. Kijk, wij kennen elkaar sinds de tijd dat die corona begon. Oh ja. Ja, tuurlijk. Toen begon net Ex on the Beach. En ik ben wel iemand, ik wil gewoon wel altijd eerlijk zijn. Dus ik heb me wel gewoon alles eerlijk verteld voordat er überhaupt op televisie kwam van dit en dit is er gebeurd. Ja. En ja. Ja, daar moet hij mee dealen op dat moment. Ja, kan je dat ja of nee? Dat is best een moeilijke grote stap. Want ja, dat denk ik ook wel. Want dat is wel jij ziet letterlijk op televisie dat ik voor een andere jongen ga. Ja. Terwijl ik met jou ben. Ja, maar dat is al heel lang geleden eigenlijk, denk ik. Ja, maar ja, dat is, ja, dat is wel moeilijk. Oh. En gelukkig zijn we er samen doorheen gekomen. Maar ik vind wel dat iemand gewoon moet weten hoe of wat. En we hebben het behaald. Behaald, yeah! Nou, beter toch? Nou. Ja. Dan wens ik je nu wel het geluk en dan hoop ik je eigenlijk niet meer te zien in Temptation of zo. Ja, zou je dat doen? Nooit. Ja, daag. Dan hadden hij en ik het nog over van, nu gaan we mee naar Temptation. Ben je gek? Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee? Nee, dat kan echt niet. Nee. Godverdomme. Dat kan ik echt? Yes! Yes, het is me gelukt. De tablet of terror. Oh. Dat is het enige wat ik niet heb gemist. Ik heb hem hier. Ta-da-da-da. Mooi, hè? Nou, en jij mag voorlezen wat erop staat. Kijkt u maar. En dan moet je hem even goed en duidelijk voorlezen. Lieve Tessa. Het is tijd voor een spelletje. Pak je 2 ex die op de achterbank liggen erbij. En speel het spel Ik heb nog nooit. Oeh, spannend. Zal ik ze erbij pakken?
Harry de dekhengst. Hey, hey. Ik weet niet, joh, maar dit komt echt verkeerd over zoveel mannen op de achterbank. Ja. Ik dacht dat wij met z'n tweeën een date hadden, maar ik kom er steeds meer van die kneuzen bij. Hey. Nou, je hebt er ook meteen twee uitgekozen. Ja, dit waren ook de mensen, Tessa. God, nou oké. Okay. Ja, jij hebt het gedaan, niet ik. Wat? Ja, deze. Nee. Ja, laag, je moet ze gebruiken. Doe zo. Zijn pluts uit, ja. Oké, daar komt hij. Ik heb nog nooit een ex gestalkt. Ja, maar wat is stalken dan? Nou, gewoon echt langsrijden, rondjes. Ja, dat heb jij wel gedaan, denk ik. Dus ik moet yes doen? Ja? Ja? Heb je dat wel gedaan? Ja, tuurlijk, maar ik denk dat elke vrouw dat wel doet. Ja. Man ook. Ja, ja, sowieso, ben je gek. Een level count aanmaken. Oh, doe je dat ook? Ja, tuurlijk. Oké, jongens. Die mij pakt me hey. Ik heb nog nooit gevochten. Ja, ja, jawel, tuurlijk wel. Sowieso wel. Ja. Maar ben je ook degene die dan wint? Ik denk het wel. Nou ja, winnen. Ik word 9 van 10 graag uit elkaar getrokken. Uit elkaar getrokken, ja. Of uit elkaar gehaald? Ah, uit elkaar gehaald! Ah. Uit elkaar gehaald. Dan is dat weer afgelopen. En dan is het klaar. Ja. Oh ja, dat vind ik wel jammer. Ik heb nooit echt gewonnen. Nee? Nee, ja, oh. Het is nooit echt tot het einde. Dat is wel jammer. Ja. Ik heb nog nooit ingebroken. Nee. Nee? Nee, ja. Nee! Nee! Ja, nee! Ja, nee. Nee, ja, misschien een keer een klein schuurtje of zo voor de grap. Nee, maar nee. Dat durf ik niet hoor. Daar ben ik ook veel te lomp voor. Ja? Ja? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Jij zou daar staan van, oh ja, pak hem! Ja. Politie. Ik heb nog nooit een cameraman bij Ex on the Beach versierd. No. Nee? Nee. Nee. Allemaal oude, saaie. Nee, waren echt leuke productie. Oh, echt? Heel leuk. Maar anders dan de andere. Anders leuk dan leuk. Anders leuk dan leuk. Oké. Okay. Ik heb nog nooit spijt gehad van mijn deelname. Nee, ik heb geen spijt van mijn deelname, nee. Dat niet. Maar wel aan de acties die je soms. Wat voor acties dan? Kun je eentje opnoemen? Misschien met een vogel. Oh nee, maar dat boeit me niet. Nee? Maar dat ben ik. Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ja, weet je, aan de ene kant denk ik dan wel van shit, dat hadden ze niet met uitzenden, maar nu denk ik weet ik veel. Maar wat dat gebeurde? Is wel wie ik ben. Leg eens uit wat er gebeurde. Ja, nou, ik was gewoon aan het praten. En in Thailand heb je echt van die tropische vogels, dat hele liedje zingen. En dat is leuk. Maar niet als je 24. Nou ja, dat is gauw zijn Nederlandse vogel. Maar in Thailand zingen ze echt liedjes. En als je aan het praten bent, dan zit er dus de hele tijd zo'n vogel heen. Ja, op een gegeven moment. Kutvogel. Ja, dus. Zo. Zo dan. Maar verder van mijn acties, ja. Nee. Sommige dingen kan je beter gewoon niet op televisie doen. Nee. Toch? Nee. Maar ja, een beetje lekker boeien, is gebeurd. Ik heb nog nooit met 3 verschillende jongens gezoend op 1 avond. Nee. Nee? Nee. Nee, maar dat vind ik wel altijd heel jammer. Door mijn uiterlijk krijg ik heel vaak. Ik word heel erg gezien als lustobject. Altijd zo, ja. Meen serieus. Iedereen denkt altijd dat ik even een grote slet ben van. Maar echt, ik zoen überhaupt nooit in een club of zo. Nee? Nee. Nou, dat vind ik heel knap. Ja, meen ik serieus. Ja. Nee, dat doe ik niet. En nou helemaal niet meer, want ik heb een relatie. Maar ik. Ja, nee, dan moet ik wel echt heel ver heen zijn. Of je echt heel geweldig vinden. Maar nee, ik doe dat echt niet. Oké. Nice. Dit is. Weet je wat dan ook? Ik heb het wel eens gedaan. Relationship. Ik zoet in de club. Ja. En dan de volgende dag word je wakker, brak. En dan ben je nuchter. En dan denk je, Jezus, hij was gisteravond zo knap. En dan. Hoe kan dat nou? Door die 8 wijn. En dan denk je, Jezus, was hij. Nou ja, laat hij maar. Fuck, lelijk. Ja, echt zo. Brak pak echt mensen. Of, ja. Ja, dan denk je, gewoon, je bent super knap. En de volgende dag echt, nou, je bent echt super lelijk. Ja? Wat de fuck heb ik gedaan? Dus dat is een no-go, jongens. No-go, niet doen. Ik ben nog nooit vreemd gegaan. No. Nee? Nee, vreemd gaan vind ik echt verschrikkelijk. Ik heb vaak genoeg meegemaakt in een relatie mensen dat jou, mensen vreemd gaan. Ja. Ja, echt. Ik vind dat echt heel erg. Vind ik echt heel erg. Mama, vies. Weet je, als je behoefte hebt aan een ander, weet je wel, zeg het dan gewoon of praat erover. Ja. Maar ik vind het, nee, echt niet. Maar ik ben ook echt wel, ik heb echt een klein hartje, maar dan maak je me echt kapot. Ja. Ik heb nog nooit een glas naar iemand hoofd gegooid. Wel. Ja, een glas naar iemand hoofd gegooid. Wat dit? Ja? Was hij raak? Nou, ik had ook. Heb je niet in de laatste aflevering gezien? Ik had een champagnefles vast. Ja, ik heb alles gekeken, ja? Ik had een champagnefles vast. Yeah. Nou, daar is echt 10 keer door me over en ga je hem nog 1 keer mond open trekken en ik ga naar de ja. Ja, dan ben ik serieus. Maar ja, daar gaan echt wonden van vallen, toch? Ja, dat mag niet. Dan word je eruit gezet. Nee, ja, dat gaat echt niet. Maar echt, ik had echt. Ik was zo boos dat ik echt dacht, nou, ik haal dadelijk uit. Ook, ik heb nog nooit in iemands koffer geplast. Nee, wacht even hoor. Even een frietje snel.
Zou je dat doen? Nou, ik kan ook niet buiten plassen. Ik heb dat 1 keer gedaan toen. Maar uit vraag. Mis. Nee, maar ik kan niet zo ergens plassen. Ik kan dat ook niet. Ik moet alleen naar iemand die kijken dan en zo, daar kan ik niet tegen. Nee, maar ik kan ook niet zo gehurkt zo plassen. Nee. Maar stel je voor iemand die deed zeg maar hetzelfde wat bij Elodie, zou je dat dan ook kunnen doen? Uiteindelijk gewoon. Ik denk het wel. Tuurlijk. Ik ook. Ik denk dat ik het gewoon zou. Ik zou gewoon plassen, poepen, alles. Ja, dat wou ik dus net zeggen. Ja. Maar ik denk, maar weer niet. Ja, kotsen. Alles. Ja, alles, ja. Ik zeg dat ook altijd. Ik steek je koffer in de fik. Ja, ik zweer het je, al die kleren. Even een ratata. Ja, maar je weet dat je daarna zelf ook de lul bent, hè? Ja, maar. Maar ja, dat maakt niet uit. Nee, dat is een zorg voor later. Tuurlijk zou dat kunnen. Ja, ik ook. Ja. Ja. Als je iemand met een glazen fles kan slaan. Ja, dan kan je de rest ook wel. Gewoon zeggen. Flikker nou eens op, jongen. Nou is het klaar hoor. Denk ze. De tablet of terror. Ja, dit geluid gaat dus echt zo. Ja, hoe? Ja, dit mogen is hetzelfde. Mogen we alsjeblieft weg? Ja, hun mogen weg. Kedeng. Lieve Tessa. Het wordt tijd dat je 2 exen van de slingers aftrekt en de 2 duivelse dilemma's op de achterkant beantwoordt. Oeh. Oké. Okay. Hey. Of je maakt het uit met je vriend en vertrekt per direct naar Thailand voor een nieuw seizoen Ex on the Beach. Of je vertrekt nu als koppel naar Temptation Island. Jezus, wat een kutvraag. Oeps. Nou, wat kies je? Oeh, dit wil ik wel heel erg, ik hier heel lang over twijfelen. Nee, maar weet je wat is logisch nadenkt? Als ik nu naar Thailand zou vertrekken en ik maak het uit, is hij dus mijn ex. En dan komt hij. Dan komt hij. Nou ja, hij zal nooit komen, want hij vindt het echt verschrikkelijk programma. Dus komen gaat hij niet. Maar nee, dan zou ik, ja, godverdomme. Lastig. Dan ga ik als koppel naar Temptation Island. Ja? Hey! Dat zou ik wel leuk vinden, heb ik weer wat nieuws om te kijken. Nee, ik zal het echt niet uitmaken met hem. Nee. En vooral niet voor Ex on the Beach, hallo! Ben je gek? Nou. 3 keer... Doe maar. Hey! Wij gaan dit wel opruimen hoor! Ja, jij! Ja, nee, ik rijd nu 3 keer overheen! Je mag de volgende pakken. Elias, de man met de ketting. Nou. Heb je die ketting gehad? Nee. Wil je die ketting? Nee. Steek je die ketting? Ik heb mijn ketting. Oké, de volgende. Kun je het lezen? Of Olivia je laten slaan met haar vuist in jouw gezicht. Of je beste maatje Ayla een klap geven. Oeh. Of Olivia ramt jou. Of jij moet Ayla kdenk. Nee, ik zou Ayla nooit slaan. Nee? Nee, ik zou Ayla nooit slaan. Dus zeg maar geen mee. Laat hem maar een klap geven. Mag ik ook terug slaan? Ja, tuurlijk. Ja, je laat je toch niet slaan? Nee. Ze mag me een klap geven. Zo netjes. Oké. Okay. Zo grappig. Moet hij de mond open misschien. Lekker hoor. Dang. Nou, Harry en Elias zijn maatjes toch? Ja, kunnen ze lekker met de tweeën. Naar de Mac. Eigenlijk wil ik je bedanken. Ja, ik vond het leuk. Ja, vond je het leuk? Ja, ja. Nou ja, jammer dat je mijn ex weer meeneemt. Ja, sorry, dat is dan weer een dingetje. Maar, ja. Maar verder voel je het wel leuk. Ja, heel leuk. Jullie moeten allemaal Tessa gaan volgen op Instagram. Ik zet het hieronder. Jullie moeten allemaal abonneren op Nikse kanaal. Ja, en tot de volgende keer. Doei!